Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Noordoostpolder Urk. Eén groot spektakel, zo kunnen we de wedstrijd van Flevo Boys en SV Urk van twee seizoenen geleden omschrijven. Bij rust stond het 3-1 voor Urk, maar aan het eind van de wedstrijd stond 5-3 voor Flevo Boys op het scorebord. Het zijn cijfers waar de neutrale toeschouwer vandaag op hoopt en de spelers van Flevo Boys ongetwijfeld over gedroomd hebben. Nog 7 wedstrijden heeft Flevo Boys om zich te handhaven in de hoofdklasse B. En na de overwinning van afgelopen zaterdag op Excelsior 31 is er hier weer een beetje vertrouwen. Dat kan men goed gebruiken, want het is vandaag tijd voor de derby. Flevo Boys tegen SV Urk. Een wedstrijd waar we vandaag over gaan spreken met onze analist Kees de Munnik. Welkom Kees. Dankjewel. Ja, als je deze wedstrijd zo ziet op papier, wat verwacht je daar dan van? Ja, dit is een wedstrijd die altijd natuurlijk om Flevo Boys tegen Urk gaat. Hè? Emmelo tegen Urk. Maar vandaag denk ik, doordat beide ploegen best wel een beetje in zorgen zitten. Mm-hmm. Ja, gaan het toch ten eerste om punten. En pas daarna om die tweestrijd, ben ik bang. Als we kijken naar SV Urk, dan zien we dat zij in de laatste 6 wedstrijden slechts 4 punten pakten. Flevo Boys daarin tegen 9. Denk je dat dat nog mee gaat spelen bij Flevo Boys? Dat ze denken, goh jongens, toen tegen onze concurrenten lieten jullie de punten liggen. Nu pakken wij jullie wel aan. Ik denk dat Flevo Boys sowieso wel denkt, vandaag pakken we jullie aan. Maar zeker, het is gewoon zonde. Kijk, als halve Urker ben ik ook wel een beetje voor Urk normaal. Maar zeker hadden ze nu Flevo Boys een goede dienst kunnen bewijzen door die wedstrijden gewoon te winnen. En ja, dat doen ze Flevo Boys, hebben ze er niet mee geholpen. Dus nou ja, dan moeten ze vandaag Flevo Boys maar een beetje helpen misschien. Ja, hoe gaat dit Urk spelen, denk jij? Nou, ze hebben weer een paar jongens terug van blessures. Benny Dunning sluit weer aan. Dus een paar ervaren krachten. En nou, dat is wel het, denk ik, waar Urk vandaag het goed aan gaat hebben. Ze hebben wel mensen erin staan die vaker deze wedstrijd gespeeld hebben. En bij Flevo Boys is natuurlijk her en der wat wijzigingen geweest ten opzichte van vorig seizoen ook. En ook elke week eigenlijk. Maar vandaag staat het team wat er vorige week ook stond. En die wonnen vorige week. Dus laten we hopen dat dat goed uitpakt. Ja, inderdaad. Je verklaart het zelf al een beetje. Maar we gaan er toch nog even instarten. De opstelling van Flevo Boys vandaag. En zoals Kees al aangeeft, never change a winning team. Trainer Ines Gotanus houdt vast aan dezelfde mannen als afgelopen zaterdag. Toen werd er dus gewonnen van Excelsior 31. En dan is het altijd leuk om te kijken naar de linksvoor. William de Boer, hij staat vandaag wederom tegen de club waar hij in de jeugdopleiding spelen doorbrak. En waar hij veel wedstrijden maakte in de hoofdklasse. Wat is een duel waar jij naar uitkijkt vandaag? Nou, dat is 100% duel tussen William de Boer, Pip en Maarten Dijkhuizen. Die denk ik rechtsback zal staan. En dat zijn twee jongens die elkaar door en door kennen. Twee krachtpatsers. Die weten hoe het is om deze wedstrijd te moeten spelen. En dat is wel iets wat je in de gaten moet houden. Het kan zelfs zijn dat de wedstrijd daar beslist wordt. Eerder dit seizoen verloor Flevo Boys de derby bij SV Urk met 2-0. En recentelijk werd die andere derby bij ASV Dronten ook al verloren. Ze hebben dus wat recht te zetten in een tot nu toe teleurstellend seizoen. Voor de wedstrijd werd deze Arnold Post gehuldigd. Hij speelde onlangs zijn 100ste wedstrijd. En deze Timo Roraya speelde er alweer 150. Corner voor SV Urk in de beginfase van de wedstrijd. Die bal wordt op het dak gekopt. Op een zonovergoten sportpark Ervenbos. Vrije trap dan. Cornelis Kofferman bokst die bal weg. Frank Post krijgt die bal niet in het goal. Eerste kansje voor Flevo Boys was daar. En niet veel minuten later zou SV Urk balverlies leiden. Het gebeurt via Ricold Nentjes. Gaat de bal naar Frank Post. Geen buitenspel. Hoek is moeilijk. Pols probeert het toch. Vindt het zijnet. En zo was dit de tweede kans van de wedstrijd. Voor de man die in de punt van de aanval staat. Frank Post. Een paar minuten later. Harvey de Boer naar Oranje. Die laatst genoemde met een omhaal. En zo krijgt Flevo Boys, zij het uit dode spelsituaties, dus de nodige kansen. Dan Urk wat probeert op te bouwen. Hier komt de bal terecht bij Ricold Jan Brands. Die gaat hopeloos in de fout. Harvey de Boer naar Oranje. En die laatstgenoemde profiteert van het falen bij Ricold Jan Brands. Want die had niet door dat Harvey de Boer daar nog in zijn rug stond. Die vindt Oranje. En de rechtsvoor van Flevo Boys maakt het cool af. Harvey de Boer wordt natuurlijk bedankt voor het voorbereidende werk.
De 1-0 staat op het scorebord. En niet veel minuten later gaat Urk op zoek naar de gelijkmaker. En die kan er hier gaan komen als Arnoud Post de ballen op de arm krijgt. Penalty voor SV Urk. En de man die net in de fout ging, Rikot Jan Brands, kan zijn fout goed maken. Dat doet hij ook. Hij passeert Rodney Roosink. En zo staat het 1-1. Ja, dit is mooi. Illustratief gooit hij die bal inderdaad naar de grond. Hij zal er overheen hebben gezeten wat er eerder deze wedstrijd gebeurde. Maar Koel door het midden zorgt hij dus voor de 1-1. En op slag van rust kan er zelfs nog meer ontstaan voor SV Urk. Hier komt een hele goede kans aan voor Gerrit Tol. Maar het is Rodney Roosink die onder toezicht oog van Ajax-keeper Diederik Boer de bal uit het goal houdt. Zo voorkomt deze Roosink dus een voorsprong voor SV Urk. En is het de vraag, wat kan Flevo Boys in die tweede helft? Het antwoord krijgen we eigenlijk heel erg snel. Want hier is het invallen Jesse Betase die de bal terechtbrengt bij Roelof Strikwerda. Die raakt hier ongelukkig speler van SV Urk. En gaat hier zijn tweede gele kaart van de wedstrijd krijgen. Dan is het dus 10-11. En gaat Flevo Boys een lastige tweede helft tegemoet. Ingooien via William de Boer. Roraien naar Harvey de Boer. Prachtig schot, wat een curve zeg. Maar het is keeper Cornelis Kofferman met een prima redding. En zo is de stand dus nog altijd 1-1. Dan SV Urk. Hier de invaller, Harmen de Boer. Mooi hakje. Maar dat was dus geen doelpunt. En zo leeft Flevo Boys nog. Een paar minuten later. Einde van de wedstrijd. William de Boer in de korte hoek. Maar weer Cornelis Kofferman. Deze wedstrijd zou uiteindelijk dus eindigen in een 1-1 gelijkspel. En Flevo Boys, ja, het komt hier nog wel even goed weg. Het stijgt één plaats op de ranglijst. Staat nu 14e. Nee, als je de wedstrijd kijkt, dan heb je het gevoel dat er 2 punten meer in hadden gezeten. Alleen door omstandigheden, een hele vreemde strafschop natuurlijk, eigenlijk uit niks. En de rode kaart uit niks, krijg je toch een andere partij en moet je uiteindelijk tevreden zijn met een punt. Ja, volgens mij was de bal uit een ingooien en die bal werd doorgekopt. En op een gegeven moment, ik zag dat mijn man er ook onderdoor ging. En of hij nou stuitte of niet, dat weet ik niet meer. Maar uiteindelijk kwam hij bij mij en die bal kwam net, zat maar naast me. En het is een automatische reactie dat ik dan die bal wil tegenhouden. Terwijl ik hem veel beter kan laten lopen natuurlijk. Het is gewoon mijn fout. En die bal komt tegen de hand en terecht de strafschop. Dan wordt het 1-1 vlak voor rust. En dan is de tweede helft gewoon dat je dan snel een rode kaart krijgt. En we hadden al 3-4 spelers die echt op een tandvlees liepen. Dan is het uiteindelijk denk ik knap dat we nog 1-1 weten te spelen. We hebben natuurlijk vaak gehad over het handhaven gehad. Nu zijn er nog 6 speelrondes te gaan. In hoeverre hebben jullie er nog vertrouwen in dat jullie bijvoorbeeld sowieso nog op de plek terecht kunnen komen dat jullie de na-competitie kunnen spelen? Voor mij heb je de afgelopen 2 wedstrijden gezien. Ik denk dat daar het antwoord in zit. We hebben nog 6 wedstrijden en na 30 wedstrijden gaan we kijken wie waar staat. Maar dat wij er geloof in hebben, dat heb je vandaag weer kunnen zien. Elke week is nu een finale. Ja, dat is gewoon een hele cliché, maar ja, het is wel zo en we moeten elke wedstrijd gewoon kunnen winnen, of moeten winnen eigenlijk. En elke wedstrijd vol erop, ja, dat is het enige wat we kunnen doen. En we moeten gewoon strijden voor lijstbouw nu. En dat is, elke wedstrijd is cruciaal en dat waren ze al 3-4 weken geleden. Maar dat gaat gewoon nog door tot het einde van het seizoen, neem ik aan. Het woord eerste klasse klinkt nog niet in de kleedkamer. Nou, daar hebben we het niet over, nee.